Borstkankerzorg in Nederland kan nog beter. Dat vindt Santion, een samenwerking van 6 Nederlandse ziekenhuizen. Deze week presenteerden zij de eerste resultaten van hun samenwerking op het gebied van zorg bij borstkanker. Volgens Santion is het delen van kennis en ervaring daarbij de sleutel. Zo betrekken de ziekenhuizen nu al in een vroeg stadium een plastisch chirurg bij de behandeling. De plastisch chirurg kijkt met de oncologisch chirurg mee naar de patiënt. We kijken heel goed naar de vorm van de borsten en ook het type patiënt wat we voor ons hebben. Want niet iedereen is geschikt voor een borstsparende operatie. Sommige mensen zijn niet geschikt voor een grote reconstructie met eigen weefsel. En de plastisch chirurg kan dat heel goed inschatten. En ik denk dat het groot goed is dat we samen met die patiënt spreken voor de operatie om dan een gedegen plan te maken. We hebben vrij regelmatig overleg met alle groepen van de ziekenhuizen. We delen daar onze ervaringen en het valt vaak op dat er een aantal ziekenhuizen hier bovenuit springen. En het aardige is om dan te zien wat dan die reden daarvan is. En dat kunnen we heel makkelijk van elkaar overnemen. De onderlinge samenwerking biedt volgens de betrokken chirurgen meer voordelen. Wat we bijvoorbeeld doen is patiënten 1 aanspreekpunt geven. Dat is een relatief makkelijk te bereiken aspect binnen behandeling van de borstkankerzorg. En dat is voor patiënten een heel groot voordeel. Ze hebben daardoor steeds dezelfde persoon, hoeven niet iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen en kunnen echt een vertrouwensband opbouwen. De verbeteringen in de borstkankerzorg in de Santion ziekenhuizen zullen doorgaan. We hebben nu al een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar op basis van de vastgestelde best practices zullen daar verbeteringen bij komen. Denk aan bijvoorbeeld het diagnostisch traject binnen 1 dag. Vrouwen met een verdenking op borstkanker kunnen dan binnen 1 dag terecht. Dat kan nu al in 2 van de 6 Santion ziekenhuizen. De bedoeling is dat binnen een half jaar dat ook in de andere Santion ziekenhuizen kan, waardoor vrouwen minder lang in onzekerheid zullen zitten. De 6 ziekenhuizen werken ook aan verbeteringen rond andere vormen van kanker, zoals prostaat, darm en longkanker.